Jackson! Jackson! Fix die Jackson! Oh. Heb jij geld? En wil jij snel, goedkoop en betrouwbaar FIFA-coins kopen? Ga dan even naar coinsvivorkopen.nl en gebruik de code DON voor 7% korting. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe FIFA 15 Ultimate Team. In de vorige aflevering hadden wij zo'n beetje Road to Borussia Dortmund afgesloten door Royce te halen. Maar nu, aanschouw de nieuwe straalpol. In de straalpol vroeg ik welk team moet ik nu gaan maken. En het kwam erop neer. Maak. Manchester United. Prima, gaan we doen. Alleen, dit is een beetje het team wat we hebben gekregen. Oh, oh jongens toch, die meen je niet. En uiteindelijk heb ik er dit van kunnen maken. Het ziet er nog best goed uit, best goed. En we konden ook nog één speler lenen van deze mooie vier jongens. Ik zeg dat we lekker het beest Ibrahimovic gaan lenen. En dan gaan we eigenlijk gewoon even lekker een potje gaan spelen. En onze eerste tegenstander zal zijn... Oh, heeft Gomez. En voor de rest is het echt van, ja, wie is dat, wie is dat, wie is dat, wie is dat? Oh, die keeper, die ken ik wel, ergens van. Ik weet alleen niet hoe die heet. Oké, okay, Ibra maakt er wat fucking moois van. Oh, of ik ga er al gewoon gelijk zo langs, dat kan natuurlijk ook. Oh, pas op. Ibra, Ibra, jij hebt ruimte, bam! Oh, man. Zwartje, dat was die keeper. Oh, oh. Ja, vrije trap, vrije trap. Oh my god, gewoon nul, dat weet je niet. Ibra, poeier hem erin. Gewoon gebruik je voet van een kanon en poeier hem erin. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Ik denk, dat moet wel lukken. Ik denk zoiets. Ik denk dat dit wel gaat lukken. Wop, gek. Oh, hij draaide veel te ver naar binnen. Fuck, Ibra. Please. Alleen, ik heb iets met mijn instelling gedaan, waardoor ik fucking niet meer de naampjes onderin heb. Ik ga proberen fixen als ik de bal mag hebben, want dan kan ik hem op pauze zetten. Ik heb de bal, pauze. Oké, okay, hij werkt weer. Mooi. Hoppa, bop. Laat me er langs. Oh, mijn eigen speler, <grijgelt> Bop, nou, mijn eigen speler stond in de weg. Wat een fucking dwaas. Oh, Ibra, Ibra, duw. Fucking, zet je fucking tanden erin. Ah, nee, dat uh, doet zwaar eens, Sorry. No. No, 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 no. Dat moet je nou weer even niet gaan doen. Misschien is het een beetje een overpowered begin, maar laat het zomaar zijn. Bop, kom op, man. Jammer, joh. Ah, what the fuck, man. Je duwt. Opbokken. Gefake shot op je muil. Oh. Ja, dat is nog net aan. Dat is nog net aan. Mooi. Ibra. Oh. Oh. Bam. Tremblet, man. Bam. Ja, 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 ja. Bam. Nee, man. Bam. Naar voren. Ben ik een gevaar? Oh. Kim Daikyun! Kim Daikyun! Naar binnen! Iets te gretig. Ibra! Bam! Come on! Oké, oh, wat nou als Ibra gewoon niet kopt? Wow! Gevaarlijk spel. Dat voetje ging even naar het gezicht. Oké, Ibra, jij staat klaar. Ik zie het. Spring! Waarom spring je niet? Mo ja. Ja. Naar binnen. Weer die hoek. Hij gaat weer gewoon fucking zwarter. Fuck you. Dat zeg ik ook alleen maar niet omdat je zwart bent. Ook al is je naam wel zo. Oh, ruimte. Ja, 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 ja. Nee. Die keeper is zo fucking goed. Oké, okay, om de keeper heen, jongens. Om de keeper heen. Ibra. Doe het dan, jongen. Oké, okay, komt de bal weer. Ibra. Waarom? Ja, 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 ja. Nou, dat viel ook reuze tegen. Ja, hier, 9-7, fucking 0-0. Belachelijk. Ibra kan gewoon niet scoren. Hoe stom het ook klinkt. Waarom speelt deze man opeens zo fucking rustig? Of speelt hij niet altijd al rustig? Echt, dan scoort hij nu. Dit is toch fucking bullshit, ouwe. Oh mijn god. Gewoon in mijn hoofd zat ik al van wedden dat hij nu scoort. Hij, gewoon één, één kans. Fuck deze man. Kan dat, ik kan dat niet, waarom tackelt hij niet? Nu dan. De, alweer. Al fucking weer. Oké, okay, ik geef toe, mijn bal was zacht. Maar, come on. Ibra, kop dan. Nee, oh my fucking god. Het ergste is dat deze man nog ineens goed is. Hij is echt waardeloos, tenminste. Nu maak ik een opmerking alsof ik ook echt mezelf label alsof ik een god ben in FIFA. Laat dat even vooropstellen dat het niet zo is. Hoewel ik het ook heel graag over mezelf denk, maar het is niet zo. Oké, Ibra, nu dan. Oké. Okay. Niemand gaat op de bal af. Oké. Okay. Vrij! Oh, nee. Fucking score eens. Fuck! Are you kidding me? I score. I can't. I can't het niet meer. Nee. Hij <laughs> trapte naast de bal. Wat een lul! Hij heeft fucking parkeerde bus gedaan. Je moeder is een bus. Dit nee. Oh my god! Hij heeft gewoon fucking parkeerde bus gedaan op 70 minuten in game. Hij weet het gewoon dat hij gewoon. Oh my god! Ik ben ik ben boos. Ik ben terecht ben ik geïrriteerd. Langs voor. Oh my god! Zwartje had een glipbal. Dat heeft hij normaal gesproken nooit, normaal gesproken beukt hij ze altijd in één keer weg. Oh, heb ik een loopactie. Eindelijk Ibra. Op je what the fuck? Waarom nou weer een... penalty, jongen? Oké, okay, Ibra. Ibra. Hop. Hop. Ah. Ah. Ja, nu dan, nu dan. Oh, fucking eindelijk. Serieus, als dit zo door gaat zetten en gewoon, als dit gewoon het hele road to Manchester United zo gaat volhouden, dan, dan trek ik het mentaal gewoon niet meer. Oké, okay, Ibra, sta je er klaar voor? Ja, nu dan. Open oh, kans. Fucking Zwarten. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? <laughs> hij past hem in zijn eigen goal! Zo fucking terecht voor je. Hier, hij is gewoon verbaasd. Hij is gewoon verbaasd dat het gebeurde. Mede, ik ben ook ik ben ook verbaasd hoor oh jongen, ik ben mede verbaasd is, is dat een term? Oh nee, heeft hij nou alles op de aanval gezet? Gaat hij opeens van busparkeren naar alles op de aanval? Is zet er zo heen? Hop, pop. Neem maar aan, oh what the fuck Ik heb gewoon weer een Koreaan in mijn team En dat is gewoon altijd zo, het is altijd zo met die knakkers Maar we hebben wel gewonnen We krijgen 445 muntjes 13-10, 3-1. Die shots en 1, dat is ook nog een doelpunt. Smeerlap deze man. En hiervoor hou ik eigenlijk dezelfde regels aan als de vorige keer. Als ik win, mag ik een goudpakketje openen. Zijn er nog. Nee, er zijn geen leuke pakketjes. Kom maar op. Kom maar met iets moois. Ik wacht op je. Uh, ik uh, zoek Barclay, jongens. BPL is helaas niet aanwezig vandaag. Dus die troep die verkoop ik. Oeh, ik heb nog een pakketje. Wat is dit? Reward pack. A free reward. Hij is brons, maar dan al teken Oeh, wie zijn dit? Iets merkwaardigs. Nee. Want dan uh, gooi ik het gewoon weg hoor. En dan hebben wij nu 2500 muntjes. Eens even kijken wat wij kunnen kopen. Do not mind if I do. My file Die haal ik binnen. Listing has been expired. Oh my god. Of heb ik hem wel? Waar de fuck zijn mijn 1500 muntjes heen? What just happened? Ik kan gewoon serieus niet vinden waar mijn 1500 muntjes opeens naartoe zijn gegaan. Zijn gewoon echt foetsie verdwenen. Ik wilde die Filani kopen, maar nu heb ik hem niet. Dus ik ben gewoon 1500 muntjes kwijt. What the fuck? Nou, om het met mezelf goed te maken, koop ik eigenlijk wel gewoon Evans. Oh, ik heb hem wel. What the fuck? What the, what the fuck was jij? Hup. Failani in het midden. Evans op central back. En dan is dit ons team op het moment. En dan is dit onze volgende tegenstander. Ja, de man rechtsonder heeft een beetje gek haar. Voor de rest weet ik helemaal niet wie het zijn. Is dat heel erg? Oké, okay, Failani Afro man. Ga erop af. Afro man heeft de bal. Nou, Afro man is van de bal gezet. Ah, het is te merken dat deze man. oh, waar ik nu tegen speel. Ik dacht dat de bal uit was. Dat deze man in ieder geval wel wat meer van wanten weet. Oeh, we hebben ruimte, soort van. We hebben geen ruimte. Ibra, Ibra, pak... Oh nee, okay, Ibra, pak de bal niet. Ibra, what the fuck? Oh, mooi mee Oeh, mooi op je plaat gegaan. Afro-man, ga erop af. Iedereen kan jou herkennen. Oh nee, ja, Ibra, ja, 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 oh, ja, 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 Bop, 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 bop schiet. Ah, ze verslaan? Nee! Oh my god. Schiet, schiet maar gewoon. Hij is links. Fuck you, Kaka. kak, Kaka? Ksaka. Dat was het. Hij heeft een beetje een lastige naam. Ja, nee hoor, geen hands hoor. Gewoon de bal ging door zijn hand heen. Lul. Oeh! free kick. I can do this. Watch this? Dat, 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 Iets te ver naar buiten. Zonde. Ik wil dit te snel doen. Ja, 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 ja. Ik heb de bal. Daar <gasps> binnen. <gasps> Hij heeft me ruimte gegeven. Schiet maar. Waar de fuck ging die bal naartoe? Ik zou je serieus zweren. Ibrahimovic zou hem gescoord hebben. Daarentegen, al stond hij tegen Zwartscher, zou dat niet lukken. Want dat hadden we al vijf miljoen keer geprobeerd, het vorige potje. Velani. Hij staat er overal bij. Hij staat echt op een goede plek. Hij heeft echt heerlijke inzicht. Balvij. Oh. Wow, mooi geblokkeerd. Ja, langs de. Serieus, kunnen deze mannen gewoon geen trucjes? Is het... Zijn hun skill moves gewoon letterlijk 1 ster? Skill moves 1 ster is gewoon letterlijk, je kan alleen met de bal lopen. Avroman, Vailani. Oh, dat was leuk gedaan. Dat was heel leuk gedaan. Dat gaat nog gevaarlijk worden. Ik wil heel graag tiki-taki spelen, maar deze teams zijn er gewoon niet toe in staat. Omdat ze gewoon te slecht zijn. Dus ze kunnen gewoon, I don't know. Of mijn paasjes zijn gewoon waardeloos, of gewoon deze teams kunnen niet pasen. Beide zijn valide opties. Waarom trap je tegen je eigen speler op? Misschien had ik ook niet in de weg moeten lopen. Oké, okay, bekijk je het van die manier. Nee, nee. Gelukkig was het een waardeloze kopbal. Doorbraak, doorbraak. Hoe de fuck, schiet maar. Nou, dan moet je eerder schieten. Ibra! Geen buitenspel, geen buitenspel, geen buitenspel. Fuck! Waarom zou elke keeper is zo fucking goed? Ook al zijn ze fucking brons, zijn ze nog beter. Dus gewoon, gouden keepers werken gewoon niet meer. Het is gewoon. Neem gewoon een bronzen keeper en het werkt. <tie> Chixon! Chixon! Fix die Chixon! Oh. Zo! Hij tieft hem even tegen Ibra aan. Oh nee. Ja, dat was een doorspeelbal. <tie> Niks aan de hand. 500 verdedigers. Ibra! Jij bent niet zo van de loopacties. Meer gewoon van het Zweedse beuk... Alsof je een Ikea-kast bent. Ah, oh, nee, nee, die had hoger moeten. Wat de fuck? Wat de fuck? Wat een paas, ik. Scheids! Scheids! Op je muil. Oh. Hij is geblesseerd! Oh, nee! Oh, nee! Ik ben nu gewoon serieus. Ik, ik kan niet stilzitten op het moment. Ik ben serieus bereid om gewoon shit op te eten. Niet letterlijk shit, dat is smerig. Godverdamme, waarom denk je daaraan? Scheids! Buit spel! Scheids! Fluit dan? Was er geen bij het spel? Ik zag het handje omhoog gaan. Ja, 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 ja. ja. Beuk! Eindelijk man, eindelijk. Weer dus tijd. Oh shit, doorbraak. Waarom schiet hij van afstand? Het is overduidelijk dat deze man dat niet kan. Maar ja, je kan altijd hopen hè? Ibra, loop, 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 loop. Oh nou, wat een teken. <tie> Shit, Falaini is al fucking moe. Spreek ik dat goed uit? Falaini? Oh my god, Davies, de beste keeper uit de wereld. Hij is gegarandeerd brons. Maar uittrappen kan hij niet. Shit. Ja. Ja. Ah, bo. Oh, dat was leuk. Dat was minder leuk. Loop dan, jij kwal zonder inzicht. Beuk hem de. Oh, bijna. nee. Nee. Parkeer de bus! Als het goed is hebben we nu gewonnen. Waarom hebben we nog niet gewonnen? Beuk de bal gewoon weg. Alleen maar wegbeuken. Gewoon beuk. Ram. Dat is een sterrenbeeld. En ik heb gewonnen. Ik ben de beste. Eigenlijk alleen maar de Ibra, ik zweer het je. We krijgen 472 muntjes. En op zich, deze tegenstander was wel wat ge... zeg... Hij wat meer te bieden dan de vorige. Maar we moeten nu vaarwel te zeggen tegen Ibrahimovic. En om ons eventjes gewoon beter te laten voelen, gaan we gewoon een pakketje openen. Hazard, doe het aan mij, jongen. Oh, dat is... Ik, ik dacht een Rodriguez, maar dat is gewoon een willekeurige Rodriguez. Ah, hij zit wel bij Real. Het is een Rodriguez, Het is niet de juiste, maar geinig. Shit, ik heb hem naar mijn team gestuurd, kut. Mo, hij is nog 1500 waard. Waarom niet, joh? Doe maar. Dat kan ik altijd gebruiken, zo in het begin. Toodles. En de rest verkoop ik, waardoor we dus op 1910 muntjes komen. In de volgende aflevering ga ik dus eventjes kijken waar wij kunnen komen met die muntjes. En of we dus ook een heel leuk goedkoop spitje op de kop kunnen slaan. Maar voor nu wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je een leuke video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende FIFA 15 Ultimate Team. Elke vrijdag om 8 uur s avonds komt er een nieuwe aflevering. Dus graag tot de volgende keer. doei! doei!